geen eentjes. Je debuut op de PDC-tour afgelopen weekend en een 9-darter. Dat moet een mooi gevoel zijn. Absoluut, dat is wel mijn eerste 9-darter in een wedstrijd. En dan meteen tijdens mijn debuut. Ja, dat is prachtig. Ja, dat was tegen de Engelsman Mervyn King. Kun je eens vertellen hoe dat ging? Ja, nou ja, ik wist dat is een goede speler. Die staat gewoon in de top 32 van de wereld. Maar op papier heb ik gewoon 6-0 van hem gewonnen en heeft er weinig kans gehad. Ja, en die 9-darter was bij een 4-0 stand, hè? Ja. En heb je dan zelf tijdens het gooien al het idee van nou, dit kan er wel eens worden? Nee, eigenlijk niet. Dat ik 180 gooi en ik sta voor die 141 te gooien. Toen dacht ik van, het zal toch niet gebeuren. En toen gebeurde het wel? Ja, toen gebeurde het wel. Ja, toen moest ik even wel weer daarna mijn tijd nemen. Maar dat vond ik wel mooi toen van Mervyn King. Die zei van, neem je tijd maar en doe maar rustig aan. Dus dat was wel mooi van hem. Ja, dat tekent dan de collegialiteit van zo iemand. Ja, ik denk het wel. Ja, dan win je uiteindelijk met 6-0. Logischwijs ben je daar heel blij mee. Maar baal je dan dat je de volgende ronde wordt uitgeschakeld? Ja, ik baal altijd als ik uitgeschakeld word. Maar inderdaad, daar sta je zo'n goede partij te spelen. En dan wil je dat doorzetten. Nou ja, dan komt het die partij daarna komt het er niet meer uit. Nee, dat was tegen de Belg Kim Huibrechts. Dan verlies je 6-5. Ja, wat overheerst dan na zo'n weekend? Nou, toch wel tevredenheid. Gewoon dat ik eerste weekend toch wel een paar wedstrijden gewonnen heb in ieder geval. En die 9-darter natuurlijk. Ja, hoe ziet je schema voor de komende weken eruit? Staan er nog grote toernooien op het programma? Ja, want aankomend weekend heb je weer Players Championships. En die weekend daarna ook. En die weekend daarna begint de UK Open.